Goeiedag. Deze donderdag staat in het teken van fraai herfstweer. Nagenoeg blauwe luchten, hooguit af en toe wat plukjes bewolking, zoals hier in Zuid-Holland. En ook in het zuiden van Limburg vanochtend al blauwe luchten waargenomen, met hooguit wat sluierbewolking in de verte. Ook op het satellietbeeld is dat rustige weer niet te missen. We zien hier nog een wolkenbandje boven Duitsland en eenmaal in de ochtend dan zien we hier boven de Noordzee ook wat wolken verschijnen, maar boven land blijft het nagenoeg onbewolkt en komen vanmiddag hooguit wat van die kleine stapelwolken tot ontwikkeling. Temperatuur is daarbij ook vrij hoog voor de tijd van het jaar. Echt aangenaam herfstweer, zo'n 17 of 18 graden. Boven land een matige zuidwestenwind. Aan zee is wel nog iets meer wind merkbaar. Daar vrij krachtig met windkracht 5. Dus als je op het strand of in de duinen gaat wandelen of fietsen, dan zul je wel merken dat het daar gevoelsmatig een klein stukje kouder is. Vannacht dan draait de wind naar het zuiden, neemt iets verder in kracht af, wordt overwegend matig. En vooral in het binnenland waar het breed opklaart en helder is, daar gaat de temperatuur behoorlijk onderuit. Zo'n 6 of 8 graden als minimumwaarde. Kan ook wat nevel of een mistbank ontstaan, maar dat is morgenochtend alweer in rap tempo verdwenen. De kustgebieden blijven wel gevoelig voor wat wolkenvelden vanaf zee, maar dat laat vannacht geen regen los. Morgen hebben we opnieuw zo'n mooie herfstdag. Vergelijkbare temperaturen, opnieuw zo'n 17 of 18 graden. Maar in de loop van de dag gaan we wel iets meer bewolking zien. Eerst vooral hoge bewolking, waar de zon nog redelijk makkelijk doorheen schijnt. Maar in de loop van de dag gaat die bewolking wel wat dikker worden. En in het noordwesten, daar stijgt als eerste de kans op enkele buien. En hoe die buien eraan komen, is op deze animatie mooi te zien. Vrijdag liggen die buien nog boven Groot-Brittannië, steekt de Noordzee over en in de avond en nacht bereikt dat vervolgens het westen en noorden van het land. En dat zal gedurende de nacht verder naar het oosten trekken. Ook zaterdag overdag hebben we vervolgens nog met een aantal buien te maken. Het zwaartepunt daarvan ligt boven de noordelijke helft van het land. Daar ook de laagste temperaturen, zo'n 15 of 16 graden. In het zuiden overwegend droog met de meeste zonneschijn. Daar zo'n 17 graden, wel altijd nog redelijk wat wind, matig tot vrij krachtig. Maar vanaf zondag komt een hoge drukgebied dichterbij. En dan krijgen we echt weer zo'n mooie herfstdag, volop zonneschijn. Opnieuw zo'n 16 tot 18 graden en ook dan wat minder wind. Dus het weekend ziet er al met al heel erg fraai uit.